kijken naar mijn allereerste dagelijkse vlog ooit. Ik heb nog nooit dagelijks gevlogd. En nu in quarantainetijd ga ik het wel doen. Het leek me heel erg leuk. Zoals je aan de titel kan zien heet het ook Quarantaine en Chill. Ik vond het wel een grappige naam. Omdat ik voornamelijk ook heel veel chill natuurlijk. Ik zal proberen iedere vlog een beetje iets extra's aan te geven. Waardoor het toch nog een beetje leuk en boeiend wordt om naar te kijken. Maar het zullen ook niet te lange vlogs worden. Want om iedere dag nou een vlog van 30 minuten te hebben is ook een beetje overdreven denk ik. Dus ja, maar het is vandaag dus maandag. Ik zal ook aan het begin van iedere dagelijkse vlog zeggen welke dag het is. Maar het is dus vandaag maandag. En deze video komt op woensdag online. Dus ik loop 2 dagen achter. Maar ik ben in het kamertje bij mijn moeder. Want hier heb ik gisteravond geslapen. En ik heb zo meteen online les. Dus ik ben aan het wachten tot dat begint. Ik zit er wel in. Maar er is nog geen docent aanwezig. Wel alle leerlingen. Maar nog geen docent. Dus daar moet ik eventjes op wachten. Ja. Nee, alleen wij twee. Maar het is al over 9 minuten toch? Meestal zit iedereen... Ik was een kwartier geleden al. Dus dacht ik, nou, ik wacht nog wel eventjes. Want volgens mij ben ik wel nu... Ja, ik ook. Ik dacht, volgens mij ben ik echt nog heel vroeg. Maar goed. Ik heb ook mijn camera aanstaan. Maar hij doet het nog niet, denk ik dan. Oh. Hallo. Oké, mijn online les is afgelopen. Het is nu ongeveer 11:15. Of althans, mijn telefoon ligt hier. Ja, het is nu 11:15. Het duurt ietsjes langer, maar maakt het misschien niet uit. Wat we nu gaan doen is, we gaan eventjes de slaapspullen bij mijn vader thuis zetten. En dan pakken we de auto en dan gaan we naar Vinkeveen. Want mijn opa en oma die wonen in Den Haag, maar die hebben dus een woonboot in Vinkeveen. En wanneer het dus lekker weer is, gaan ze er naartoe. En het is nu gewoon heel erg lekker weer, dus die zijn er nu. En Milan's opa en oma die wonen zelf gewoon ook in Vinkeveen. En het ligt best wel dicht bij elkaar, de woonboot van mijn opa en oma en zijn opa en oma's huis. Dus we gaan eventjes een bloemetje langs brengen. En ik had een bestelling geplaatst bij de IKEA. Alleen de levertijd was 2 weken. Nou, dat vind ik echt bizar lang. Ik snap het op zich ook wel, maar het is gewoon best wel lang. Dus ik dacht, nou, ik ga het wel ophalen. Maar in Den Haag was het niet op voorraad, Rotterdam was niet op voorraad en Amsterdam was niet op voorraad. Dus we hebben nu IKEA Utrecht maar uitgekozen om het daar op te halen. Ligt toch een beetje bij Vinkeveen in de buurt. Dus dat is het plan voor vandaag. Dit is trouwens mijn nieuw bankje. Ik weet niet of ik die al heb laten zien in een vlog. Maar dit is de nagelkamer zeg maar bij mijn moeder. En dit is dus een slaapbank. Want ik kreeg heel vaak de vraag van mensen van, maar als dat je nagelkamer wordt, waar ga je dan slapen? Bla bla. Maar dit is een slaapbank. Dus ja. Ik ga even mijn schoenen aandoen. En mijn broertje heeft dus mijn spiegel uit mijn kamer gestolen. Dus ik kan niet echt heel goed mijn outfit laten zien. Oh wacht, ik kan het wel in de woonkamer laten zien, denk ik. Ja, ik zal het wel even in de woonkamer laten zien. Ik heb het shirtje aan van Lovis die ik in de vorige week vlog had laten zien. Zo'n lekker lang shirt. En dan deze broek van de Pieces en mijn venster onder. En ik doe denk ik geen jas, want het is best wel lekker weer en we zitten in de auto. Mama is ook thuis aan het werken. We hebben bloemetjes gehaald. Zeker. Kijk nou mooi. Oh, wat mooi. En die ander is precies hetzelfde. Ik ga het blijven liggen. Tadaa. Dus gaan we nu eerst naar opa's en oma's, denk ik. Om die te breken. En dan gaan we daarna langs de IKEA. Want bij de IKEA moeten we tussen 2 en 5 zijn. Dus nu pas 11:45 of zo. Oh. Hoi! Het is echt een stuk donkerder gelijk buiten. Er zijn een beetje wolkjes gekomen, maar ik moet de auto open doen. We zijn bij de opa's en oma's geweest en ze vonden het echt super leuk. Dus het is nu hoe laat? 3 uur. En nu gaan we naar de IKEA rijden in Utrecht dus. Oh, het is echt heel warm in de auto. En dan gaan we eventjes mijn pakketje ophalen. MUZIEK.
thuis van Rondje Vinkveen en Ikea. Die Ikea spullen liggen daar in die tas. Dus ik dacht, dat is wel eventjes leuk om aan jullie te laten zien. Zoals jullie misschien wel weten, of niet. Ik heb in mijn vorige weekvlog, die voor jullie gisteren is online gekomen. Die gisteren online is gekomen, jezus. Had ik mijn hele kledingkast uitgezocht. Maar ik kwam nog hangers tekort. Dus ik heb eventjes wat extra hangers. Dus kijken, ik heb 2 pakketjes. Kijk. 2 nieuwe pakketjes en in 1 pakketje zitten 8 hangers. Dus ik heb 16 nieuwe hangers. Die ga ik zo meteen ook gelijk in mijn kledingkast hangen. Want er ligt nu heel veel op de grond omdat het gewoon niet past. Dan had je in de vorige week nog ook kunnen zien dat ik nog plankjes nodig had voor in mijn kast waar ik mijn schoenen op ging neerzetten. Dus ik heb ook 2 nieuwe planken. Ik denk dat ik die morgen of zo in de kast ga hangen. Zodat ik daar ook weer allemaal schoenen op kan neerzetten. Want ik had nu gewoon nog super veel ruimte over. Ik zal het zo meteen even laten zien. En dan het laatste. Het was niet heel erg veel wat ik bij de IKEA had besteld. Maar hier ben ik wel het meest blij mee. Dat zijn dus deze inleglades. Ik zal het wel eventjes in de beschrijving linken. Want het duurde bij mij heel lang voordat ik ze had gevonden. Maar deze zouden dus perfect in die ladekast die ik heb moeten passen. Dus dat is wat we nu gaan kijken of dat ook echt past. Ik ga het niet nu al helemaal inrichten. Ik denk dat ik dat morgen ga doen. Dus kunnen jullie dat morgen in de vlog zien. Want het is nu al 5:30 en ik heb echt super erg trek. Dus ik denk dat wij zo lekker gaan eten. Kijk, eerst had ik deze bakjes van de IKEA erin. Alleen dat, ja, die waren gewoon te klein. Kijk maar. Kijk, het paste wel. Alleen, ja, je had gewoon nog heel veel ruimte over. En het ging schuiven. En het was gewoon niet handig. Dus nu, moment van de waarheid. Om te kijken of deze bak wel past. Als het goed is, past die. Oh, ja, wat top dit. Kijk, dit past gewoon. Hij schuift een klein beetje. Maar op zich niet heel veel. Dit is echt top. Dan kan ik gewoon hier lekker al mijn make-up in doen. En hierachter doe ik mijn lekker dingetjes. Wat ik niet zo vaak gebruik. En je hebt ook echt grote vakken. Heel mijn hand was erin. Oh, heel chill. Nou, ik haal het er voor nu nog eventjes uit. Maar die zal ik dus wel in de vlog van morgen gaan indelen. Voor nu doe ik dit nog eventjes terug. En kijk, ik zal ook eventjes gelijk mijn kast laten zien wat ik bedoelde. Nou, dit bedoelde ik met te weinig hangers. Want alles ligt nu hier op de grond en dat moet nog op het hanggedeelte. Maar dit zijn dus de plankjes waar mijn schoenen op staan. En kijk, je hebt hier tussen heb je gewoon heel veel loze ruimte, noem je dat volgens mij. Gewoon ruimte die niet wordt gebruikt, maar die ik wel nog kan benutten. Dus ik ga nu alle plankjes ietsjes naar beneden doen. Zodat er nog 2 plankjes tussen passen. En dat ik nog meer schoenen hierop kwijt kan. En ook Milan schoenen. Dus daarvoor heb ik die plankjes gekocht. En natuurlijk die kledinghangers. Ik ga die kledinghangers nu wel gelijk eventjes erop doen. Dan is dat maar klaar. Deze week komen er trouwens echt... Waarom krijg ik dit niet open? Deze week komen er heel veel pakketjes binnen. Maar dat zal ik dan ook wel gewoon laten zien. En ik ga dus schoenen customizen. En als het goed is komen die pakketjes morgen of woensdag binnen. Dus dat zullen jullie binnenkort ook wel in de dagelijkse vlog gaan zien. Maar ik heb er zoveel zin in dat dat binnenkomt en dat ik dat kan gaan doen. Niet normaal. Oké, alles hangt nu. Ik heb nog 1 setje met kledinghangers over. Maar dat is helemaal niet erg. Die zet ik gewoon eventjes hiernaast neer. Omdat waarschijnlijk binnen nu en een paar weken heb ik die hangers toch weer nodig. Die planken die staan ook eventjes in de kast. Ik hoop dat ik dat morgen kan gaan doen ofzo. Maar ik heb nu echt vreselijke trek. Dus ik ga eerst gewoon lekker eten. Ik ga lekker knakworstjes eten. Kijk, deze. Mijn hart is echt aan het kloppen als een mannen van de trap. Het is echt niet normaal. Oeh, maar het is gewoon echt nog steeds licht buiten. Het is zo chill. Het is nu namelijk 8:00. En het is gewoon nog... Oké, ik heb wel mijn ringlamp aanstaan. Maar het is buiten gewoon nog echt heel erg licht. En ik heb heel erg zin om een maskertje op mijn gezicht te doen. Dus dat ga ik lekker doen. Ik ga eerst even mijn gezicht schoonmaken. En even mijn haar vastmaken.
zodat het niet in mijn haar komt. Want ik heb mijn haar gisteren al gewassen, dus dat hoef ik niet nog een keer vanavond. Om mijn make-up eraf te halen gebruik ik altijd deze twee. En die gebruik ik nu echt al een jaar. Natuurlijk wel een paar keer opnieuw gekocht, maar dit product gebruik ik dus echt al een jaar. En ik vind het zo, zo fijn werken. Ik hou namelijk helemaal niet van olie voor op mijn gezicht. Ik weet niet, ik vind het gewoon te vettig en vind het gewoon niet lekker. Dus ik heb dan van L'Oreal een milk. En dan daarna ga ik er ook nog eens overheen met die tonic. En dit is voor mij echt een wondercombi. Ik krijg heel vaak van mensen de vraag van, wat is je skincare en wat doe je allemaal en zo. Maar ik doe dus niet heel erg veel voor mijn gezicht. En ik denk dat ik gewoon geluk heb gehad met mijn ouders. Want die hebben ook nooit last gehad van acne of pukkels of weet ik veel wat. En ik dus ook niet. En mijn broertje ook niet. Dus ik denk dat het gewoon in de genen of zo zit dat wij dat niet hebben. Maar ik vind deze producten wel echt heel erg fijn. Het is dus ook met roos of bloemen volgens mij. Ja, roos en jasmijn zit erin. En dat ruikt echt heel erg lekker. En dan met die milk hou ik gewoon mijn mascara en mijn wenkbrauwen zeg maar eraf. En dan met die tonic ga ik daarna gewoon nog een keertje over heel mijn gezicht om het schoon te maken. En deze potjes zijn volgens mij, of die flessen zijn volgens mij 8 euro per stuk of zo. Maar je hebt dus heel vaak bij de kruidvat of bij de eten zo'n actie 1 plus 1. Dus hou dat gewoon goed in de gaten, want dan betaal je dus maar 4 euro per stuk in plaats van 8. Super chill. Ik ben aan het filmen. Ik kan je er wel zingend in laten. Oké, ik ga hier zo'n masker op doen. Maar ik heb dus twee maskers van school nog. Volgens mij zijn dat de enige maskers die ik nog heb. Wij gebruiken op school altijd het merk Dr. Belter. En ik heb een voedend masker en een kalmerend masker. Maar ik ga denk ik het voedende masker doen, want dat kan het huidje wel gebruiken. En ik ga het eventjes doen met een foundation kwast, want ik heb geen maskerkwast. Ik ben echt best wel lekker gekleurd door de zon van gisteren en vandaag. Want mijn opa en oma waren dus bij mijn opa en oma ook nog eventjes gebleven. Gewoon even wat drinken. Wel afstand houden natuurlijk. Want dat wil mijn oma zelf ook gewoon graag, wat ik snap. Maar ik had mijn oma al best wel lang niet gezien in mijn opa. Dus we dachten, we gaan er eventjes langs. Op afstand. En het was ook een verrassing, want ze wisten dus niet dat we kwamen. En de opa en oma van Miel wisten ook niet dat we kwamen. Maar toen hebben we nog eventjes lekker bij mijn opa en oma aan het zonnetje gezeten. En dan gaat dat best wel hard, dat kleurtje. Ik word sowieso altijd best wel snel bruin. Dus ja. Maar ik smeer wel altijd in met zonnebrand. Want dat vind ik wel gewoon heel erg belangrijk. Want je hebt maar één huid. Je hebt maar één gezicht. Moet je zuinig op zijn. Dus ik smeer eigenlijk altijd biodermal gezichtszonnebrand. Want daar krijg je dus geen pukkeltjes van. Dat is echt een tip. Althans, ik krijg daar geen pukkeltjes van. Omdat die dus minder vet is. Omdat het dus een gezichtszonnebrand is. Dat vind ik echt heel erg chill. En ik doe dan altijd factor 30. Omdat dat voor mijn huid genoeg is. Laat me trouwens ook eventjes in de reacties weten wat jullie leuk vinden om te zien in mijn dagelijks vlog. Vinden jullie het leuk om iedere dag mijn ontbijt te zien? Vinden jullie het leuk om iedere dag, weet ik veel, misschien willen jullie wel dingen dat je zegt, nou dat wil ik echt iedere dag van je zien. Ik ga sowieso morgen dan natuurlijk die make-up daar inrichten. Dus daar heb ik vet veel zin in. Ik ga die schoenen customizen. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. En dat in de vlog laat zien. Ik had het dus gezien bij Isa. En ik vond dat zo gaaf geworden. Maar ik dacht, ja, ik draag dat soort schoenen eigenlijk nooit. Dus dan is het zonde. Maar ik kreeg het gewoon niet uit mijn hoofd. Dus toen dacht ik, ja, ik wilde het ook doen. Dus heb ik die schoenen besteld. En Miel en ik gaan trouwens ook heel de tuin opknappen. We gaan hem helemaal schoonspuiten met zo'n hoge druk. En we gaan dus de schuur verven. Dus dat is ook wel een leuk procesje om voor jullie te filmen, denk ik. Ik doe echt heel veel op. Maar boeien. Oké, masker zit er nu op. Ik heb nog een beetje over. Dus dit ga ik even schoonmaken. En dan laten we dit gewoon even 10 minuten intrekken. Heel veel langer hoeft niet. Dus ja. Oké. Het is tijd om het masker eraf te halen. Een beetje over. En dan doe ik nog even mijn dagcremetje op. En deze is van Babor. We werken in de spa op school. Werken we met dit merk. En dan mag je dus één keer in de 4 maanden of zo mag je een bestelling plaatsen van de huisverzorging. En ik had toen een oogcreme besteld. En dit gezichtscremetje. En die is echt heerlijk. Het is de Babor Vitalizing Creme. En ik heb een beetje te veel gepakt.
En als laatste een beetje lippenbalsem. Ik ga eventjes Muse oortjes aan de oplader leggen. Want die was ik dus aan het gebruiken. Alleen die zijn leeg. Maar kijk eventjes hoe leuk dit hoesje is. Het is dus voor AirPods. Komt gewoon van AliExpress. In een M&M vorm. En ook nog eens de M van Milan. Dus helemaal leuk. Ik ga alvast lekker mijn pyjama aantrekken en lekker in bed liggen. En dan komt Milan zo meteen ook. En dan gaan we Ex on the Beach van gisteren kijken. Want we hebben dat nog niet gekeken. En dat vind ik altijd een hilarisch programma. Ja, gewoon hilarisch. Ik heb meer ga ik er niet over zeggen. Maar dat gaan we zo meteen lekker kijken. Dus ik ga bij deze gelijk de eerste dagelijkse vlog afsluiten. Ik hoop dat je dit leuk vond. Ik heb geen idee hoe lang die is geworden. Ik ga proberen mijn dagelijkse vlogs een beetje dus tussen de 10 en 20 minuten te houden. Omdat ik dat zelf het fijn zou vinden, denk ik, bij dagelijkse vlogs. Dat ze niet al te lang zijn, maar ook weer niet 5 minuten. Dus dat is wat ik voor jullie ga proberen. Dus ik hoop dat dat bij de eerste vlog gelukt is. Vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram. Want daar zet ik ook heel erg vaak dingetjes in mijn story. Om dingen aan jullie te vragen. Bijvoorbeeld voor mijn dagelijkse vlogs, wat jullie nou leuk vinden en zo. Dus ik hoop dat jullie de eerste dagelijkse vlog leuk vonden. Morgen om 12 uur komt er dus weer een nieuwe. En ik hoop echt dat mijn schoenen morgen binnenkomen, zodat ik ze kan gaan customizen. En dat aan jullie allemaal kan gaan laten zien. Daar heb ik echt zoveel zin in. Maar goed, ik ga voor nu lekker mijn pyjama aantrekken, in bed liggen en daarna slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei!